Baby's kunnen voor of tijdens de geboorte een hersen- en of zenuwbeschadiging oplopen. Een gevolg hiervan kan zijn dat ze een van beide handen minder goed kunnen gebruiken. Revalidatie Friesland biedt speciaal voor deze kinderen het Babypeuter SimBit behandelprogramma aan. Met dit programma leren baby's en peuters spelenderwijs de minder goede hand beter te gebruiken. Babypeutersim, dat is een programma wat we nu sinds anderhalf jaar doen voor de jongste kinderen. Daarbij oefenen we eigenlijk de hand die nog niet zo goed in beeld is of niet zo goed werkt. Het behandelprogramma is geschikt voor kinderen van 6 maanden tot ongeveer 3,5 jaar. Daan is een jongetje van ruim 3 jaar die ontzettend vrolijk in het leven staat. Hij heeft een beschadiging aan de rechter hersenhelft. Dat betekent dat in zijn geval zijn linkerkant fysiek beperkt is met zijn been- en arm- en handfunctie. Hij heeft training gehad in de fijne motoriek en later in de grove motoriek. En je merkt nu wel dat als je hem observeert dat hij zijn linkerhand erbij gebruikt als hulp voor zijn rechterhand. En eerst wist hij niet zo goed wat hij met die hand moest doen. Het behandelprogramma dat duurt 8 weken. 8 weken intensief spelen en oefenen thuis. En dan gevolgd door 8 weken rust. En we testen altijd vooraf en na de interventie, dus na die 8 weken intensief oefenen en na de periode van rust. Ouders van het kind spelen een belangrijke rol tijdens de behandeling. Zij oefenen iedere dag 30 minuten met hun kind om het gebruik van de minder goede hand te stimuleren. En wij coachen dus de ouders van hoe kan je het beste spelen, hoe kan je in het spel het kind stimuleren om nieuwe dingen te ontdekken in de handfunctie of dingen te oefenen. Ja, wat we zien is dat die kinderen zo ontzettend snel vooruit gaan. Omdat als je zo jong bent, zijn die hersenen nog heel erg plastisch. En we zien dat ze heel veel leren. En waar we eerder dus vanaf een jaar of twee, tussen de 2 en 4 jaar in beeld kwamen, zien we ze nu al veel eerder. Ja, met name nu met zijn leeftijd en het ontdekken van speeltuinen zie je ook dat hij zijn linkerarm en hand heel intensief kan gebruiken bij het spelen en bij het klimmen. En daar proberen we hem ook heel veel in uit te dagen, dat hij dat wat hij leuk vindt, dat je dat zoveel mogelijk stimuleert om dat te blijven doen. De SimBit-behandeling wordt bij Revalidatie Friesland inmiddels succesvol ingezet voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Hij gaat ook gewoon naar een gewone opvang en hij gaat zoals nu lijkt ook gewoon naar een gewone basisschool. Dus zelf weet hij niet beter en wij eigenlijk ook niet. Nee, dus het gaat eigenlijk hartstikke goed.